mensen van Marnikker en welkom bij deze nieuwe aflevering en een gelukkig nieuwjaar alvast. De baby is geboren van Zoe Potel en Marnikker. Oh mijn god. Ze schrijft, ik wilde je even laten weten dat ik net Kees gekregen heb. Een lief klein zoontje. Oké, nou Kees heet de baby dus blijkbaar. Ja, ik weet het ook niet. Ik zie in ieder geval dat wij halverwege zijn van ouder worden en het kindje is over 4 dagen wordt hij ouder. Wat? Wat? Dan al? Wordt hij dan al ouder? Oh, maar dat is toch goed? Ik wil Zoe Patel even uitnodigen dat ze hier komt chillen en zo, weet je wel. Kan ik, ja, deze. Zoe Patel, kom op bezoek. Kom lekker langs, dat wordt gezellig. Feesten, beesten. Ik ben even hier aan het kijken, want hier hebben we nog allemaal dingetjes. We hebben hier, wat is dit dan weer? Oh my god, de koelkast is kapot. You serious? Repareren, want we hebben geen geld om te laten repareren. Maak het, man! Wat is dit? In wereld plaatsen. Kan dat? In wereld plaatsen. Ik heb geen idee wat het is. Oké. We hebben er meerdere. Zo. Nou ja, wat is dit? What the hell? Dit zijn volgens mij onderdelen van... Dit is gewoon een kraan of zo. Wat de hel? Waarom heb je dat? Waarom? Wat is dit? Huh? Ik snap hier helemaal niks van. Wat is dit? Is dit ook van ons? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, wat hebben we hier nog allemaal? Even kijken. Hier is Kees. Ah, dat is de baby. Baby Kees. Daar staat hij. Kan ik hem niet uitnodigen of zo? Nee, dat kan niet natuurlijk. Is Zoe Patel al langsgekomen? Wacht, zie ik hier twee vrouwen? Nee, ik zie niet twee vrouwen. Man, waar is Zoe... Zoe Patel, die is uitgekomen. We gaan hem nog een keer bellen hoor. Uitnodigen. Zoe, jij moet komen. Goed zo, bel Zoe. Nu. Bellen. Ze komt zo langs. Oké. Daar is ze. En ik heb gezegd dat we zouden trouwen, maar we hebben nog... Misschien kunnen we hier bruiloft plannen. We gaan gewoon plannen, want we hoeven niet nu meteen te gaan trouwen, maar we willen wel plannen. Oh my god, het kost zoveel geld. Oh, dat gaan we doen. We gaan kijken. Oh, dat kan niet. We hebben gewoon niet genoeg geld. We kunnen dit nog niet. Ik wil vragen naar Kees. Waar is de baby? Waar is de baby? We kunnen eerst dit gaan doen. Oh ja. Want we willen oh ja doen. Onmiddellijk trouwen. Misschien kunnen we dat gewoon doen. Dat is misschien iets slechter of zo, toch? Clubs. We hebben een club. Grappig verhaal vertellen. Bewondering. Vragen om weg te gaan. Nee, we willen onmiddellijk trouwen. Gaan we dat gewoon doen? We gaan het gewoon doen, jongens. Jolen Waterpolo, wat hebben we hier nog allemaal? We hebben hier nog dat hij moet werken en zo. Oké. Wat heb jij allemaal voor spulletjes? Nou, ze liggen allemaal in bed leuke dingen te doen. We hebben hier foto's. Die kunnen we aan de muur hangen. Oh, dat is leuk. Oké, dat ziet er dan weer niet uit. We hebben hier nog een foto. En we hebben hier paddenstoelen. Kunnen jullie allemaal opeten? Ik gooi ze allemaal op de grond. Oké, dit is vies. Nog een paar paddenstoelen. Allemaal opeten. Allemaal oprapen en opeten jullie. Iedereen. Jullie hebben toch niet nog een baby gemaakt, hè? Als dat nog een keer is, dan weet ik het ook niet meer. Stop! Gekke mensen. Gekke mensen. Ja, jullie zijn gek. Even kijken. Oh, dan gaan ze onmiddellijk trouwen dus, denk ik. Ik hoop wel dat het speciaal is een beetje. Ze gaan gewoon. Of wat? Hallo? Wat de hel? Wat ligt hier dan weer? Ligt een puinhoop. Gaan ze echt serieus trouwen hier? Wat is dit? Het is deze! Ik snap er niks van! Snappen jullie het wel? Ze zijn toch niet getrouwd nu? Dat wil ik niet zo. Ik wil dat ze goed gaan trouwen. Ze gaat gewoon slapen. Ze zijn niet getrouwd nu, hè? Nee. Nee, want ik heb geen melding gekregen, dus het kan niet zo. Waarom staan ze hier allemaal te durpen? Wat ben je aan het doen? Jij wil naar werk gaan. Oh, je gaat naar je werk. Oké. Maar jij moet zometeen ook naar je werk. Maar je bent super moe volgens mij. Nou, ga maar snel slapen dan. Heel eventjes. Een dutje doen. Ja. En hoe laat moet je gaan werken? Jij moet gaan werken om 12 uur. Oh, dat duurt nog wel eventjes. Dan kun jij misschien haar wakker maken. Hij is toch heel moe en ligt hij nog... Oh, die pineapple is wel... Ligt nu hier nog steeds. Sambo helps?
Maak haar wakker. En dan kan jij gaan trouwen, want dat wilde ik toch de hele tijd al. Onmiddellijk trouwen. Maak er eens actie van. Ja? Dizzy. Flips. Ja? Tribna. Ja? Is trouwen? Ja? Trouw dan. Ja? Aga. Aga? Kleeb. Je? Zorbelpons. In a preb, Ramans. Oh. Wat een prachtige ceremonie. Maar, is dit het nou? Je drazolaba. Dat meen je niet, hè, dat dit het is. Dan gaan we daar scheiden. Ze gaan ringen omdoen! Kijk die ringen! Wat doen jullie? Wat een stomme bruiloft op een slaapkamer. Hé, hey, wat een feest! Oké, ze gaan nu dus samen wonen. Maar we gaan toch niet bij haar wonen? Ze gaat bij ons wonen dan toch, hoop ik. Ja, kijk, we willen Keesje hebben. Wij willen jou weg hebben eigenlijk. We vinden jou stom. We hebben niks aan jou, we gaan Zoe Patel erin doen. En Jet houden we ook hierin. Kunnen we nog een andere man hierbij doen? Deze? Dat wordt dan de man van Jet. Gaan we het zo doen? We gaan het zo doen. Maar hun hebben meer geld, wij hebben helemaal geen geld. Misschien kan we beter daarin gaan. Nee, gaan we niet doen. Hoppakee, dan gaan we het zo doen. We zijn van die alien af. En we hebben alles helemaal opgehusteld. Jullie denken, Mardik, wat doe je nou toch allemaal? Maar ja, we krijgen ook meer geld. Als we mensen van hun mee bij ons intrekken. Ik hoop het wel. Oh. Nou, er zitten dus nieuwe mensen bij ons in. Kijk, dit wordt de man van Jet, hoop ik. Hij ziet er wel een beetje vreemd uit. Maar het kan allemaal. Waar is de baby? Oh, hij ligt gewoon in de peertje zijn dingetje. Hallo, baby. Hallo, hoe gaat het? Staat het met jou? Ik wil weten wanneer je ouder wordt. Kan ik dat zien? Ja. Je hebt nuiten. We willen de baby. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet zien. Oké, wat is er met jou? Je moet werken, man. Te laat voor werk. Ga naar je werk. Verdish. Jij moet. Naar werk gaan. Hup. Oké. Ik kan nu dus Zoe Patel besturen. Superleuk natuurlijk. Ze zeggen trouwtje. Jij mag dit allemaal eten. Ze gaat die paddenstoelen van de grond eten. Zit ze eigenlijk bij clubs of zo? Ik heb helemaal geen benul van wat ze allemaal heeft. Oh, ze eet ze op. Wat gebeurt er? Waarom moet je lachen als je een paddenstoel eet? Wat de hel? Eet jij die dan maar eens op. Is het lekker? Ja, blijkbaar is het lekker. Oké, we willen eventjes met de baby dan gekke bekken trekken. We willen luien verschonen. En een keertje voeden. Ik hoop niet dat het geld kost, want we hebben niet. Borst voeden. Onze Jibbe Noobu. Ja. Daar is baby Kees. Hallo. Oké, sorry. Kiranga. Nou, doe die maar eens even verschonen. En dan baby eventjes voeden. Dat gaat nu ook gebeuren. Borstvoeding, yep. Dat krijgt ze. Oké, dit is leuk. Dit wordt nog wel een avontuurtje, denk ik. Baby is groen, dat is mooi. Want als zometeen iedereen klaar is met werken, dan gaan we dus mensen koppelen. We gaan ze laten trouwen. Maar Jet en die andere man, ik weet niet meer hoe die heet. De bugs melden. Wat stinkt er zo? Wat? Een collega is bezig met een lange dienst van meer dan 17 uur. En nipt van zijn 24e energiedrankje. En behoorlijk. De deodorant is. Stinky confronteren. Oké, J. Hunnington. Oh, wat een naam. Die gaat dus zometeen met Jet aanpappen. Oké, dat wordt nog leuk. Hoe gaat het met jou? Goed? Ja, hou je de baby een beetje in de gaten? Ja. Mooi zo. Dit wordt nog wel een bumpy ride, jongens. Dit wordt nog wel een avontuurtje. Dit wordt nog heftig, denk ik. Oh, de baby helpt. Ja, oh, je doet het al. Ja, deze baby laten we niet doodgaan. We willen Kees, die willen we laten opgroeien. Baby is verschoond. Hij is gespannen geraakt, die stinky. Hij stormt woedend weg en hij schreeuwt dat die meneer stom is. Hij is ook een beetje stom. Oké. Ik wil dat de mensen thuis komen en dat ik ze lekker kan koppelen en zo. Dat is wel leuk. En ik wil dat de baby heel snel op gaat groeien.
Ja hoor, jij bent aan het gamen. Zoe Patel is aan het gamen. Geef die baby maar eens even de fles. En ja, laat je nog een keer verschonen, kan dan ook meteen. Dan is hij weer groen. Dan is hij weer blij, baby. Ja. Kijk. We kunnen nog meer doen. Ouder worden. Oh, we kunnen hem hier al laten opgroeien tot kind. Nu al. Wow. Wow. Oké. Okay. Hij wordt een... Ja, artistiek kind. Dan kunnen we geld misschien. Ja, dat heb je trouwens ook gezegd. Als we schilderijen doen, kunnen ze er geld mee verdienen. Als we schilderijen gaan maken. Dus dat gaan we ook doen, denk ik. Hij wordt een... kwartaardig. Ja, dat gaan we doen. Oh, kwartaardige kunstenaar. Maar hij ziet er echt raar uit. Kijk die kleren. What the hell? Wat heb je voor laarzen aan? En voor roze shirt? Je bent toch Kees? Kees Patel. Waarom is het niet Kees Flemmings? Ik weet het niet. Nou, laten we eventjes een schilderijtje hier gaan plaatsen. Als ik dat tenminste kan vinden, het schilderijtje. Dat is dit misschien. Dit. Een gitaartje kan wel. Maar we willen dat je kunst gaat maken of zo, meneer. Dit. Ik weet niet eens waar dat staat. Dan moeten we hier misschien gaan zoeken. En dan kunnen wij activiteiten en vaardigheden... ook niet echt, hè? Dat allemaal. Dit is... Oh nee, dit is niet alles. Dit is alles. Pam, 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 pam. Waar is dat schilderijding? Hier is dit schilderen. Dit is schil... Ja, schilderezel. Maar die... Ja, we hebben geen geld hiervoor. Dit is gewoon veel te duur, zo'n ding. Wat kunnen we wel kopen? We kunnen deze dingen kopen. Maar hier... Een dansvloer, een digitale camera. We kunnen niet veel. Straatkunstmuur. Dit. We gaan dit doen. Oh my god. De hel... Ja, hier hebben we geen plek voor. Misschien kunnen we het gewoon hier plaatsen. Nee, dat kan niet. Helaas. Kunnen we het wel buiten plaatsen. Kunnen ze hier buiten de kunst doen. We gaan kijken wat het is, jongens. Maakt niet uit. Dan kan hij zijn kwaadaardige kunst hierop uitoefenen. Dat is misschien wel leuk. Nou, jongen. Ga jij maar eens hier spelen. Wat is dit? Oh, dit is gewoon kunst of zo. Daar kan hier helemaal niks mee. Ik heb mijn geld weggegooid. Hé, hey, maar we hebben wel geld verdiend. Dus misschien kunnen we nu wel leuke dingen kopen. Wat is hij aan het doen? Hij is hierin aan het springen. Wat de hel? Doe normaal, man. Vies peuk. Vies peuk. Vieze Kees. En dat ding is kapot. Kun jij dat repareren? Dan moet ik vervangen. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan het repareren. Jij, meneer. Jij gaat dit repareren. Zelf. Met je eigen hand, meneer. En dan ga jij daarna met Jet flirten. Aardige introductie. Het ding piept. Bluescreen. Doe dat maar eens even maken, man. Jij moet dat kunnen, want jij doet dat ook voor je werk. En dat babyding staat hier nog steeds. Waarom? Ik heb geen idee. We hebben trouwens wel een bed te weinig, zie ik nu. Oké. We moeten dus het geld spenderen. Oh, hij is niet zo blij. Doe je de deur nog dicht? Ah, dat doet hij zelf wel. We gaan het bed hier neerzetten. Ja, en dan komt dit ding hier te staan. Dit is een herinnering aan dat oude ding. En dan gaan we een bed pakken. Een tweepersoonsbed. Oh, ik dacht dat ze allemaal te duur waren, maar gelukkig niet. Ja, er zitten verschillen in de bedden. Niet heel veel, hè. Ik koop wel zo'n bedje. Hè, is goed genoeg. Bam. Die doen we daar. Het is een beetje krap aan het worden allemaal. Maar ja, wat moet je met zoveel mensen in huis? Het huishouden is helemaal heen op en neer gehusteld. Laat weten trouwens in de chat wat jullie hier allemaal willen zien. Wat jullie willen doen. Oh, jij kan wel de straatkunst schilderen. Maar het kindje kan het niet, of wel? Nee, het kindje kan het niet. Man. Maar hij is wel kwaadaardig, dus dat is leuk. Ga je nog even flirten met haar? Dat kan wel leuk zijn. En misschien kan mijn vrouw... Oh, ze gaan dan naar elkaar toe. Oké, dit wordt wat, jongens. Dit wordt wat. Zo. Ja. En dan gaan ze... liefde... compliment geven over uiterlijk. Nou, dan gaan we eens beginnen, hoor. Je dumps. Wat? Je vindt het niet leuk. Waarom niet? Zerkuni, Swarspa. Benor Sneep. Truc. Nou, jij kan dan wel misschien wel doen. Ik push je gewoon. Je moet hem leuk vinden. Je moet het, Jet. Doe het.
Die gaat niet goed, denk ik. Kom op. Oh. Oh, hij gaat gewoon slapen. Nou. Wat is dit nou? Dit is ook niet leuk. Ik dacht, ik kan ze koppelen. Wat is hier voor een puinhoop, man? Echt. Ik kan toch niet? Mevrouw, jij kan dit wel even opruimen. Weggooien, gewoon weggooien. En die ook weggooien. Juist. Dit is al beter. Hoppakee. Het huis is alweer mooi opgeruimd. Zoe Patel gaat daar slapen. En waar gaat het kindje slapen dan? Die is nog niet moe. Oké. Nu wel? Hij is nog steeds niet moe. Oké, jongens, dit is echt super raar allemaal wat hier allemaal gaande is. Maar ik vind het ook wel leuk. De koppeltjes worden helemaal op en neer gewisseld. Heen en weer gewisseld. Husseld. En misschien als... Oh, hij ligt te stinken in bed. Oh, shit. Heel erg stinken. Maar eens even goed douchen, ja. Misschien kunnen we de koppeltjes ook nog opwisselen. Dat Zoe Patel uiteindelijk met hem gaat. Met die Huntington. Met de kakkert. De kakkert. Ja, we kunnen van alles gaan doen hiermee. En ik wil ook mensen eigenlijk laten sterven. Deze man. Als we er niks mee kunnen. Dan ga ik hem afmaken, deze man. Dan gaan we zorgen dat hij het niet gaat overleven. Dat hij niet heel veel dagen meer hier zal zijn. Dus gaan we lekker opsluiten in de badkamer of zo bijvoorbeeld. Of in deze slaapkamer. Kunnen we allemaal gaan doen. Dat is leuk. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Zoe Patel, jij gaat in dit bed slapen. En jij, meneer, jij gaat naar deze kamer. En als hij er is, dan gaan we hem opsluiten. Jullie zeiden dat ik die deur zou kunnen pakken, maar ik weet niet meer hoe. Dan moet ik de muur misschien omhoog doen. Oh nee. Moet ik dit doen? En dan kan ik de deur weghalen. En nu kan ik het weer aanzetten. En zo gaat deze meneer straks lekker dood. Nou meneer, we hebben niks aan jou. Jij mag weg, want Jetty wil een andere vrouw. Hoe lang zou het duren voordat hij dood gaat? Hij sterft wel van de honger snel, toch? Ik hoop het wel, hij kan toch nergens heen. Dit wordt nog leuk! Deze meneer gaat deze aflevering lekker dood. We beginnen het jaar met wat slechte dingetjes. Maar het is wel leuk, toch? Ik denk het wel. Nou, ze liggen hier cute te slapen, die twee. Oh, wat cute. Cute. Kunnen ze misschien nog leuke dingen doen in bed? Dus gaan ze claimen. En Zoe Patel. Ook claimen, kan dat? Nog een kindje proberen te maken? Ja, wat met hem? Natuurlijk met hem. Ze konden nog kiezen met wie. Gaat hij bijna dood? En moet ook nog plassen? Oh, dan gaat hij de kamerrollen plassen. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ze gaan nog een kindje maken. Ja hoor. Kangaroo. Een kangaroo. Oké, nou ga jij maar eens even hard werken op school. Wie liep daar? Wie is dit? Een oude opa. Gaat hij nog bijna dood of hoe zit dat? Wow, volgens mij is ze weer zwanger. Niet goed, niet goed. Jij wordt gebeld. Ga door. Kijk, die man die past beter daarbij denk ik. Dat is leuker. In plaats van jij, je bent een beetje stom. Hij is saai. Ga je nog dood of hoe zit dat? Sneller dan! Bam! Hij moet dood, hij moet dood, hij moet dood. En plassen. Plas die kamer niet onder, meneer. Waag het niet. Wat is dit? Je wordt gebeld. Ik wil niet bij haar thuis komen. Nee, dat wil ik niet. Want zij is niet leuk. Dat willen we niet. Hoe zit het met jou nu? Kijk, plassen doet hij denk ik wel gewoon helaas in de kamer. Nou ja. Boeiend dan, denk ik. Nou, ik heb het best gedaan zoals jullie zien. Hij is gewoon, ja, bijna overal rood. Hij heeft al twee keer in zijn broek geplast. En het, ja, slapen kan hij natuurlijk gewoon. Maar dan kan hij gewoon op de grond. Dat is een bed, maakt niet zoveel uit of dat er is. Maar hoe kan ik hem dood krijgen? Laat het me weten, want ik heb jullie hulp nodig. Ik weet niet hoe ik hem dood kan krijgen. Ik wil hem gewoon dood hebben. Waarom ligt hij elke keer een puinhoop? Ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. Weggooien. Gewoon weg ermee. En weggooien. Je rotzooi ook elke keer in huis. Nou, die man die krijg ik dus gewoon niet dood. En dat is gewoon niet cool. Ik heb zo hard mijn best gedaan. Maar ja, als hij honger heeft, kan hij toch dood gaan? Of wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet. Het is gewoon al 3 dagen verder of zoiets. En hij heeft gewoon... Oh, hij is nou bijna helemaal overal rood. Oké, misschien kan het toch nog gebeuren. Wat is er nou gebeurd? Hij had iets...
Ik weet het niet. Er gebeurde iets, maar gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? Hij is bijna overal rood. Kom op. Hij is wel heel vies, hè? Maar hij kan niet doodgaan. Ik baal zo hard dat het gewoon niet is gelukt. Nou ja, dan gaan we denk ik gewoon afsluiten. Ja, misschien weten jullie dus hoe ik hem dood kan laten gaan. Oké, hij heeft weer in zijn broek geplast. En ja, laat het dus weten. Ik heb jullie hulp gewoon nodig. Oh, oh. Dit is het, jongens! Dit is het! Hij is dood. Daar is hij! Hij is dood! Holy shit, wacht. Wacht. Ik kan niks doen. Ik kan niks doen als er iemand stervende is. Oh mijn god. Dit is toch best wel heftig om te doen, hè? Iemand zomaar laten sterven. Pak even zijn tablet erbij, kijkt wie het is. Hij doet hem even afmelden op Facebook of zo. En nu is hij dood. Kijk hem dan. Ja, lukt het? Neem hem nog mee. Niemand zal hem missen. Niemand zal hem missen. Ja? Het duurde echt lang. Magere hein, schiet maar op. Ik wil eigenlijk een deur erin zetten, dat mensen erheen kunnen. Maar dat gaat niet. Is hij echt dood? Hij is echt dood. Wat doet hij allemaal? Ik snap er niks van. Nee! Daar staat hij! Oh my god. Nu kunnen we nog snel die deur erin zetten. En dan misschien nog Magere Hein aanspreken. Deze deur. Hoppakee. Erin. En speel. En jongens. Pauze. Jij gaat snel. Hierheen. Go. Go voordat hij weg is. Daar staat hij. Je ziet hem niet. Wat? Wat? Oh. Aardige introductie. Doe het, doe het, doe het. Snel voordat hij weg is. Mooi. En nou eens introduceren met Magere Hein. Ja, doet hij het? Voordat hij weggaat hoor. Oké, we gaan vrienden worden met hem. Oh, vrienden worden met Magere Hein. Ja, het kan. Oké. Is het cool? Oké, we zijn vrienden met de dood. Misschien moet Jet dit gaan doen. Dat Jet... Dus vrienden met een woord en misschien een koppeltje met een woord zelfs. Nou, kom op, Jet. Ren daar naartoe. En misschien kan je liefde doen, dat je met hem gaat trouwen. We gaan met Magere Hein trouwen. Dat gaan we doen. Hallo. Ja, meer keuzes, liefde. Flirten. Doe het! Ga flirten met Magere Hein. Het kindje komt er ook nog bij, hoor. Ja, het werkt, denk ik. Wacht, het kan. Liefde. Vraag of je vrijgezel is. Oké. Is die vrijgezel? Heb ik geen tijd voor aan-romantiek. Wat een stomme vraag, zeg. Oh. Wat gaat hij weg? En he's gone. En hij moet huilen voor hem. Waarom? Hoe maakt jou dat uit? Oké, Zoe Patel. Die kan dit... geest naar het hiermaals laten gaan. Nou ja, dat doen we denk ik de volgende keer wel, jongens. We gaan nu afsluiten. Dit was echt super raar, dat einde. Wel super leuk. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer, maar weer. Doom, 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 doom